Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem je mee in alles wat ik ga doen. Ik heb vanmorgen al bloemen gehaald. Het staat mooi vol. Ik heb lekker veel bloemen gehaald voor allerlei bestellingen, DIY pakketten. Maar ik heb ook nog een andere bestellingen, dus daar neem ik jullie mee. Dus ik ga gauw uitladen en kijk gezellig mee. Het is ondertussen de volgende dag en na een ochtend op inkoop zijn geweest, ben ik nu weer in de winkel om pakketten klaar te maken. Straks heb ik ook een grote bestelling die ik even moet wegbrengen, dus ga weer aan de slag. Zo, de aardig verwilderd uit zie ik, maar het is ondertussen ook al avond en ik ben wel weer terug in de zaak. Ik ben al even thuis geweest, maar ik ben nu weer terug. Ik ga nog even een ronde bezorgen, want er was zoveel aan bezorgingen. En dan ga ik hier eventjes een beetje in de zaak opruimen, want het is echt een bende. Door al het inpakwerk en dat soort dingen. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik morgen een hele dag video's opnemen. Echt heel veel zin in. Ik heb al heel veel mooie bloemen binnengekregen. Dus zin om daarmee aan de slag te gaan. En ook helemaal met die leuke ondergronden. Oh ja, ik weet niet of ik dat nou in deze vlog heb laten zien. Maar ik heb ik had video opgenomen met wat er allemaal nieuw was binnengekomen. Maar dat had ik niet alles laten zien. Dus ik laat het nog eventjes aan jullie. Goedemorgen, ik ben in de winkel. En ik ben helemaal klaar om allemaal leuke video's op te nemen. Ik heb er zin in. Maar ik zou nog even aan jullie laten zien wat voor leuke dingen we nog binnen hebben gekregen. En die ik volgens mij niet op de video heb laten zien in de vorige vlog. Dat is deze toffe vaas. Ophouden. En dan heb ik nog, volgens mij heb ik die hier al neergezet. Ja. Deze leuke zakpotjes om eventueel een plantje in te doen. Die had ik volgens mij nog niet laten zien. Oh ja, en deze had ik niet laten zien op de video. Die heb ik wel op Facebook weer laten zien. En die heb ik ook in deze. Die had ik wel een andere kleur laten zien in de vorige video. En dat was het volgens mij. Maar mocht ik nog weer wat tegenkomen, dan laat ik dat natuurlijk zien. En in de vorige vlog kun je heel veel nieuwe dingen zien die binnen zijn gekomen. Dus heel erg tof. Ik ga gauw aan de slag met nieuwe video's opnemen en pakketten inpakken. Gisteren zijn ook heel veel pakketten weggegaan. Maar vandaag heeft er nog een aantal net voor het weekend. Dan kunnen mensen nog leuk even een bloemstuk maken. Ik ga beginnen met inpakken van de pakketten. En als ik die klaar heb staan, dan ga ik video's opnemen. Goedemorgen. Het is een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is maandag. Wil je die niet meer? Wij gaan vandaag weer lekker aan het werk inpakken. En kijken wat de week ons brengt. Ik heb hele leuke DIY pakketten opgenomen. En de reacties zijn heel enthousiast. Dus dat is altijd heel fijn. Waar ik altijd heel blij van. En ja, dus die gaan we vandaag inpakken. Ik zag dat er ook heel veel losse dingen zijn besteld. Dus aan de slag. Ga je inpakken? Doe er nog een beetje door.
Goedemorgen. Ik zit anders in de auto en ik heb eigenlijk al 2 dagen volgens mij niks meer gefilmd. Ik ben gewoon heel druk geweest met inpakken. En dat is niet zo heel erg leuk voor jullie om te zien. Maar nu komt er wel iets leuks aan, want vandaag en morgen ga ik bruidswerk maken. Dus dat vinden jullie natuurlijk super leuk om te zien. Dus dat ga ik met jullie delen. Dus ik ga gauw bloemen halen. Ik ga vandaag nog planten halen voor bestelling. Ik heb ook heel veel bestellingen. Dus dat ga ik ook maken. En ik neem jullie gewoon weer mee. Zo, alle bloemen zijn binnen, dus het is nu tijd om eventjes de bestellingen te checken. Ik zit nu bij de computer. Wat er allemaal is binnengekomen, ik zag dat er al wel flink besteld was, dus ik krijg er wel elke keer een melding van, maar ik weet nog niet precies wat er besteld is. Dus dat ga ik even nakijken en voor wanneer. En er is echt heel veel besteld. Oké, dus dat ga ik wat vandaag weg moet ook nog inpakken. En dan ga ik straks aan het bruidswerk beginnen. Ik heb echt heel veel zin in, want zoals je kon zien heb ik echt hele mooie bloemen. Echt leuk om weer, om weer gewoon normaal naar de coronatijd mee bezig te zijn, want het is toch weer anders. En heel fijn, want de aankomende tijd komt er meer bruidswerk aan. Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk met jullie te delen. Bruidsboeket te beginnen. Ik heb de bloemen allemaal voor me gelegd, dus ik ga daarmee beginnen. Ik heb heel mooi een kleurpalet van de mensen erbij gekregen, dus in dat sfeertje mag ik hem maken, maar ik heb wel de vrije hand. Dus super veel zin om daarmee aan de slag te gaan. Zo, ondertussen is het avond en het eerste bruidsbloemwerk is afgeleverd. Morgenochtend komt de rest en daar ga ik nu mee aan de slag. Daarnaast heb ik vanmiddag echt een beetje een racedag gehad, want er waren gewoon zoveel bestellingen. Maar die zijn ook allemaal op tijd geleverd, dus fijn dat het allemaal gelukt is. En ik ga even een hapje eten en dan ga ik verder met het bloemwerk.
Dus ja, wel een lekker dagje moet ik zeggen. Veel gedaan. Goedemorgen, het is al heel vroeg. Ik ben al eventjes bezig om alle corsages af te werken en om de laatste dingen af te werken. Ik ben blij mee hoe het er nu al uitziet. En dit is toch altijd het meeste werk, de afwerking. Dus ik zorg altijd dat ik dat ruim op tijd wel klaar heb. Want je verkijkt je er eigenlijk altijd op hoeveel tijd erin gaat zitten. Dus ik ga gauw door. Deze corsages gaan allemaal met magneet. Zo, dat is afgeleverd. Het was echt heel erg leuk. Ze hadden een tuk-tuk en aan de zijkanten kwamen daar de bloemstukjes aan. En het bruidsboeket is mooi, de corsages zijn mooi. Het is allemaal echt, ja, het paste gewoon, het klopte gewoon allemaal bij elkaar. Ik heb het net op de locatie afgeleverd, dus dat is nou klaar. Nu kan de gewone werkdag beginnen. En, maar ik ga eerst eventjes rustig een kopje thee drinken. En daarna gaan we aan de slag met inpakken van alle pakketten die ingepakt moeten worden. En ik heb nog een aantal bestellingen, dus die maak ik ook klaar. En ik begin de dag in ieder geval al heel blij. En ik ben blij dat het allemaal weer netjes afgeleverd. Zo, ik heb tussendoor al een ronde weggebracht en ik ga nou deze ronde met pakketten nog even wegbrengen. En dan ga ik nog een ronde bezorgen en dan zit de dag erop. Ik heb hele leuke DIY-video's opgenomen. Dus hier staat toevallig al één, die staat al online als jullie deze video zien. Ik laat ze anders wel eventjes in beeld zien. En dan zit de werkweek erop. Het was een drukke, maar hele leuke week. En mocht je het leuk vinden om vaker bruidswerk te zien, laat het me dan vooral even in de reactie weten. En dan hoop ik dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat even weten wat je van deze vlog vond. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!